We hebben deze keer niet een nieuwtje voor jullie. Want we zijn weer op een camperplaats waar we veel vaker zijn. Een plekje wat wij altijd heel erg prettig vinden, vooral als het mooi weer is. En zie eens, we zitten heerlijk in de zon. Gisteren ook al. Het is inmiddels dat we dit opnemen is zaterdag. Gistermiddag gegeten en kwamen we aan hier op een camperplaats. Niemand. Only the lonely waren we hier. Helemaal niks te beleven. Maar omdat we deze plek kennen, hadden we zoiets van, ja, we blijven mooi staan, we vinden het wel prima. Maar goed, van lieverlee kwam er camper 1, camper 2, camper 3 kwam erbij. Dus vannacht stonden we met, ik geloof, 5 campers. Inmiddels zijn er nog weer 2 bijgekomen, dus het rijdt wel door. Maar wat wil je ook met deze temperatuur? Het is windstil, heerlijk in de zon, het is een frisse wind, maar je kunt prima zitten met een bodywarmertje aan. Nou ja. Gekke was ook nog, gistermiddag kwamen we aan en kwamen de mensen naar ons toe. Hey, on camper tour. Nou, dat werd te gezellig. Gisteravond laat, vanmorgen met een zwaar hoofd opgestaan. En het vervelende is, vanavond moeten we ook nog naar de Griek. Ja, nou, dat zijn niet onze hobby's. Dus we hebben er maar aan toegegeven deze keer. Dus je ziet nog wel wat voorbij komen dat we bij de Griek zijn. Hoe de gerechten er weer heerlijk uitzien, dus met een gezellig drankje erbij, nou, wat wil je dan meer? Kortom, ik ga niks over deze camperplaats vertellen, maar dan wil iedereen er straks naartoe. Dus beeld het je in hoe mooi het hier is. Waar zijn we überhaupt? We zijn in Ilsen, had ik dat nog niet gezegd? Ilsen, nou, daar heb je een stuk of wat van in Duitsland, dus verder niks vertellen. geniet van de beelden zou ik zeggen. Wij genieten van de omgeving. En eten en drinken. Tot de volgende!